Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Onze laatste volle dag hier, want morgenavond gaan we naar huis. En daarom dachten we, we gaan vandaag nog een dag naar Ocean. Want Ocean vonden we echt super fijn en super leuk. Dus daar gaan we vandaag nog een dagje naartoe. Ik heb mijn bikini heb ik al aan. En we moeten zo wel eerst tanken. En we moeten ook nog even iets regelen, want we wilden morgenochtend dus nog naar Klein Bonaire. Dat zie je hier aan de overkant, dat is Klein Bonaire. Alleen, dan moesten we nog iets voor regelen, want ik had per ongeluk de verkeerde tickets geboekt. Dus we gaan zo even ontbijten, onze spullen pakken. Dan gaan we tanken en na tanken gaan we dus naar Ocean. Heel veel zin in. Nou, we zijn nu even bij Karel's om de tickets te wisselen voor Klein Bonaire, want we gaan morgen dus naar Klein Bonaire. En er ligt dus echt een mega groot groen schip. Die ligt hier heel vaak. Nou ja, wel steeds een ander, maar echt heel groot. Bizar. Dus dan is het hier ook helemaal vol. En dan na één dag gaat het weer weg. Wat zei dat nu? Ja, ze blijft hier maar een dag meestal. Ja, een dag meestal. Nog niet eens. Is dat? Ja, ziek groot. Wij zijn weer aangekomen bij Oceans. Het is nog heel vroeg, dus dan is het mega rustig. Dus we gaan lekker naar binnen. Oké, we zitten binnen bij Ocean. Hoe laat is het nu? 10 uur. En je krijgt hier dus een handdoek en een soort, ja, hoe noem je dat? Een dekbed voor over je. Een molten. Een molten voor over je matras. Dus daar zijn we even op aan het wachten. En dan gaan we lekker de hele dag zonnen. En straks lekker lunchen. Nog even rooier worden. Ik ben helemaal niet rood. En wat vervellen hier. Nou, we hadden net even een korte regenbui, dus we gaan nog wel zo eerder lunchen. Totdat de regenbui voelt. Nou, het is eigenlijk, volgens mij is het nu helemaal weg. Dus weet je, wijn bestellen. Welke wijn was het? Of het Chardonnay? Chardonnay, ja. Welke? Deze. En hoezo die? Ja, ik denk dat gewoon... Wijnen. Ziet er heel lekker uit. Ik ga wel een frietje gelijk van je stelen. Het sloeg echt zo weer nergens op. Perfect. Ja, echt heel lekker gegeten. Fantastisch. Welk cijfer geef je het dan? Deze strandtent met de lunch en al het licht hier en lopen eraan zou ik hier zeker wel een dikke 8 geven. 9. Je moet toch af en toe een klein beetje iets blijven. Maar... Ben je ergens beter geweest dan een andere betere strandtent? Nou, hier Bonaire niet. Nee, waar ergens anders dan wel. Ja, in Bonaire zou ik het een 9 geven. Waar nog meer dan? Ja, nog wel dan. Waar nog meer? Noordwijk. Scheveningen. Scheveningen. Qua eten, waar hebben we lekker gegeten? Montapa. Montapa. We gaan vanavond bij Messen eten. Messen blijkt heel lekker te zijn. En dat blijkt dus echt wel echt heel lekker te zijn. Dus dat is heel lekker. Ocean. Ik vond de Sebastian's niet heel lekker. Nee, ik ook niet. Ik vond dat niet super top of zo. Nee, het was wel leuk, maar niet heel lekker of zo. Nee. Nee. Dan vroeg ik de lunch nog beter bij maar, Beach. We hebben nog meer gegeven? Trocadero. Ah, dat is wel... gewoon heel erg muziek, een beetje caféachtig. Ja, een beetje caféachtig. Maar je moet daar niet de luxe eten verwachten. Nee, maar het geen luxe eten. Was wel lekker. Die kip was ook heel lekker. Prima lekker. Prima lekker. Nou, ik zou gewoon Bontapa, zou ik sowieso zeggen, daar moet je gewoon heen zijn geweest. Als je ook heel gezellig. En Oceans, gewoon eten. Lunch en avond, meekaart zag er ook goed uit. En dan messen denk ik, maar daar gaan we morgen heen. Oh, en je kon bij Bontapa heel lekker Port St. Martin drinken. Die Port St. Martin, die was echt top daar. Ja, was echt top. Ja. Ik denk dat die hier bij Ocean ook heel lekker is, maar die gaan we maar even niet proberen. Zo lekker uitbuiken op het bedje. Het is inmiddels avond. We zijn weer de hele dag naar het strand geweest. En ik heb net even gedoucht. En we gaan vanavond voor de laatste avond uit eten. Dus dat is heel erg jammer, maar wel heel lekker. Dat het de laatste avond is. Het was vandaag echt super chill bij Oceans. Ik vind dat wel echt
de beste strandtent die er is hier op Bonaire. Waar ik ben geweest natuurlijk. Maar ik hoorde er sowieso al hele goede verhalen over. Dus dat is echt top. Ik heb nu even net lekker gedoucht. En ik ga me dan verder klaarmaken. Dus dat. Heb je alles? Ik heb alles. Ik heb alles. Oké. Ik had hem de deur op slot gedaan. Nou, dus nu, ik heb hem van het slot afgehaald. Oh, oké. Okay. En ik heb hem dicht. Oké, okay, het is avond en we gaan dus nu naar messen toe. Wat ik aan heb is de jurkjes van de Zara en hakken van Naked. Ik zal het 1 seconde even snel laten zien. Ik zie dat niet goed. Nou, dat was de act weer voor vandaag. En we gaan dus nu, het is wel een beetje overdressed. Maar ja, beter overdressed dan underdressed. Jij loopt ook gewoon door. Loop op zulke hoge hakken. Dus wij gaan nu eten. Ik heb gisteren ook helemaal niks gefilmd bij het eten. Het is vandaag zondag, onze laatste dag. Vanavond om 8 uur vliegen we terug naar Nederland. En vandaag gaan we nog wat leuke dingen doen, dus dat is heel erg leuk. Gisteren hadden we gegeten bij messen, was heel erg lekker. Alleen, ik hou gewoon niet echt van die stijl qua eten. Dus ik denk, mijn mening vond ik het wat minder, maar het eten was wel heel lekker. En het is nu heel vroeg, we hebben net de koffers helemaal ingepakt. Dus alles staat klaar, we hebben een apart tasje om nu nog mee te nemen. Want we gaan dus zo nog naar Klein Bonaire toe, dus dat is super leuk. En dan gaan we daarna nog even douchen. En na het douchen gaan we dus naar de airport. Dus nog een hele leuke dag voor vandaag. Naar Klein Bonaire. Oké, nou, we zijn naar het uitkijkpunt geweest. Het was wel mooi, maar wel minder mooi dan ik had verwacht. Of wat vond jij? Ja, het was wel mooi, zit goed. Ja, maar wel minder mooi dan verwacht, vond ik. Nou, misschien dat het niet zo helder was. Ja, en we hadden misschien beter met zonsopgang of ondergang kunnen kijken. Maar wel leuk om even af te vinken. En we moeten zo dus de scooter inleveren en we gaan zo met het bootje naar Klein Curaçao. Klein Curaçao, Klein Bonaire bedoel ik. Dus, we zijn nu even aan het ontbijten. We zitten gewoon bij Karel's. Dus het is echt het enige wat open is. Ik zit om me heen te kijken, maar wat nog zo vroeg is. Dus hier gaan we eventjes een ontbijtje nemen. Nou, proost. Ons laatste ontbijt. Zo, lekker. Jij ook? Ja, zeker. Oké, we zitten op de watertaxi. Dit is het cruiseschip wat er ligt. En dit is dus de watertaxi. En Klein Bonaire ligt dus hier achter. Ik denk niet dat het heel lang is. Zin in. En vertel eens eventjes, Jeannette stille broer. Wat gaan we dus nu doen? Weet je wat er was? En hoe vond je het wachten? Heel vervelend. Hoe vond je dat zo vervelend dan? Ik haat wachten. Ja, wachten is ook niet fijn. Maar we hebben het overleefd. Ik denk dat je alleen maar wind hoort. En je vertelde ook dat je ziedend was, toch? Waarom was je ziedend? Op die vrouw, want gisteren had zij tegen ons gezegd dat de boot om 11 uur wegging. En het is nu 11:45. En van een schaal van 1 tot 10, hoe ziedend ben je? 11. Een 11, zo, dat is wel heel erg ziedend. Nou, gelukkig zitten we er nu op de boot. En gaan we naar het o zo mooie Kleine Bonaire.
Ja, maar hij doet het wel nog. Okay. Nee, ik ben aan het filmen. Oké, we zijn terug. Dat heb ik weggeduwd met mijn nagel. Dan komt het elke keer weer terug. Oké, we zijn weer terug op het resort. En we gaan even nog eten en drinken. Dan gaan we snel douchen. Want over 40 minuten gaan we dan douchen. We hebben een douche gereserveerd. En dan gaan we naar huis. Super chill. Ja, heel chill. Je kan dus hier zo gewoon een... Wordt de kamer beschikbaar? Ja, er wordt de kamer beschikbaar gesteld. En dan kan je gewoon nog lekker even douchen en zo. En dan gewoon een half uur reserveren. Ja. Gratis. Gratis. Dus dat hebben we gedaan. Dus dat hebben we straks om 4 uur tot 4:30. En als het goed is worden we om 4:10 opgehaald door TUI naar het vliegveld. En dan vliegen we om 8 uur terug. En we zijn dus net naar Klein Monaire geweest. We vonden het niet zo. Ja, het was wel minder wind. Het was gewoon wel mooi, maar er was zoveel wind. Dus overal zand. Maar voor de rest was het wel mooi. Het is nog leuk dat we tegenvallen eigenlijk. Ja. Dus ja, we zijn nu gewoon even aan het eten en drinken, gewoon op het eigen resort. Nou, onze laatste maal. Ziet er wel heel goed uit. Inmiddels is het 5:50 en zijn wij aangekomen op de airport. Flamingo Airport heet het hier, Bonaire. We hebben gedoucht en ja, we zitten nu eigenlijk gewoon bij het vliegveld te wachten. We mogen, volgens mij om 6:55 mogen we instappen, toch? Ja. Dat stond er 6:55. Maar we hebben dus geen plekken naast elkaar. Dus dat moeten we nog eventjes gaan fixen. Maar voor de rest ging het echt mega snel hier. Letterlijk, hoe lang heeft het geduurd? 5 minuten? Toen waren we er doorheen. En ik zoek even mijn haarborstel. Dus het zou wel fijn zijn als we nog even een plek naast elkaar kunnen regelen. Ik fles water nog even vullen. Ja, wil die van mij ook vullen? Ja, is dat weer, hè? Ja. Dus we hopen dat we dat plekje naast elkaar nog even kunnen regelen. Want we hebben dus een nachtvlucht. Want we komen morgenochtend in Nederland om 9:30 aan. Als je dan niet hebt geslapen, dan is het echt niet chill. Dus we hopen echt dat iemand wil wisselen. En dan gaan we terug naar Nederland. Oké, wij zijn weer thuis in Nederland. Ik heb echt de hele vlucht geslapen, dus dat was echt super chill. Want het is nu 12 uur in Nederland. Of is het dan misschien wat later? 12 uur 's middags. Auw. Dus hierbij wil ik ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie een leuke vakantievideo vonden. Video's. Wat? Dus doe zeker een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!